man die al twee series won. Natuurlijk, de man uit Oude Haske, Reinze de Jong, houdt hem in de gaten. Twee keer moest hij vanaf plek nummer 4 zich naar voren worstelen. Maar hij tovert het in zichzelf eigenlijk voorbij aan de rest. Onvoorstelbaar, diepe buiging, Reinze de Jong. Ik ga een serie, ik ga maar zo vertellen. Ik heb het fout hier, nou mijn boek gepakt. Dus ik ga het draaien. Ik ga het knappen. Ja, schaatsen beginnen. En weer Wie de Valkenmaar die goed weg is. En ook Sietse Hilliger zit daarbij. Het is Wie de Valkenmaar met de 5. Sietse Hilliger, Stef Hamstra zit er naar boven. Wie de Valkenmaar aan de lijst. Daar komt Stef Hamstra hoor. Maar door naar de lijst. Sietse Hilliger maakt de plek goed. En maakt een 2. Nee, Wie de Valkenmaar nog een 2. Reinze de Jong op 4, 3, 2. Doet hij het weer? Staat nummer 77, de man uit de Oude Haske, dames en heren. Ja, je kan ook te gek doen. Het is Stef Hamstra, Reinze de Jong, Erwin Mulder, Wiebe Valkema, Sietse Hilliger, Frank Hamming. Het is Kloon Vrezen, Frank Hamming met een fout. Hij trekt het hele pak omhoog. Naar die vierde, vijfde positie. Aan de leiding is het nu Stef Hamstra met startnummer 20. Dan is het Reinze de Jong, Erwin Mulder, Wiebe Valkema, Sietse Hilliger, Frank Hamming, Johan Wissema. Dan zien we inmiddels ook de twee daarbij. De Pierre Kerkman van de Engeland. Frank Hamming heeft de rol op, hoor. Vroeger was dat een beetje voor de maar tegenwoordig mag dat niet meer gevaarlijk. Olaf Den Engelsman zit daar nog bij met de 37. En kijk eens naar Reinze de Jong. Die drinkt aan, hoor. Die wil nog een overwinning. Die wil nog een overwinning. Oh, mannen. Dat kan helemaal niet. Je kan niet bij elkaar op het platbord zitten. Reinze de Jong, hè.